Bredero was een geweldige dichter. Hij sprak enorm tot de verbeelding van mensen. 17e eeuw hebben we het over. Iemand die ook bewonderd werd door zijn collega's. Want zijn grote liedboek wordt voorafgegaan door allerlei lofdichten op hem. Hij heeft een heel groot liedboek nagelaten. Het groot, aandachtig, boertig en amoureus liedboek. En dan zeg ik het niet in de goede volgorde, maar dat geeft niet. Die liederen die daarin staan, die zijn, dat zijn precies die drie categorieën. Het aandachtig, dat zijn eigenlijk gelovige liederen, religieuze teksten, of ja, het zijn gelovige liederen. En het amoureuze liedboek, die afdeling, dat zijn liefdesliedjes, waarin hij vreselijk loopt te smachten naar allerlei onbereikbare liefdes. En het laatste en meest komische deel is het boertige liedboek. En dat zijn liederen over het boerenleven. De gegoede burgerij in Amsterdam kon dus daar enorm veel plezier over hebben. Hij gebruikte dan ook het zogenaamde Waterlandse accent. Hè. Waterland, dat is het gebied zo ten noorden van Amsterdam. Dat geeft hij ook aan. Hij heeft het bijvoorbeeld in zijn gedichten niet over Frans, maar over Franks. Zodat je dus eigenlijk automatisch Frans moet gaan zeggen. En bijvoorbeeld als er iets gebeurt, dan schrijft hij niet gebeurt, maar dan schrijft hij ebeurt. Want dat is gebruikelijk daar bij die boeren. De muziek is niet opgeschreven, die staat er niet bij. Die bestaat alleen als een melodieaanduiding boven alle teksten. En dan staat daar gewoon, zing dit op de wijze van. En daarmee wist iedereen meteen, iedereen werd geacht om die deun te kennen. En inmiddels kennen wij bij Camerata als geen ander al die deunen. En gaan daarmee aan de slag. Wij kennen die deuntjes, want daar zijn we al meer dan 40 jaar mee bezig. En die hebben we van overal vandaan gehaald. Dankzij de liederenbank van het Meertens Instituut zijn die ook heel erg toegankelijk geworden. En dat is geweldig iets.